Welkom mensen, mijn naam is Juno Vertonghen en wij zijn terug met een nieuwe aflevering van BA Alert. En deze keer is het niet zomaar een aflevering. Nee, het is een finale. Ik heb jullie echt lang laten wachten. Sorry daarvoor trouwens. Maar jullie weten, good things takes time, of niet? Good things take time. Ah ja, ja, dat is het dus. Dankjewel. Oké, de finale geeft een andere draai. Om te beginnen gaan wij de finalisten ook nog eens eventjes voorstellen. En ik laat het woord aan jullie over. Ik zit hier met... Noah Tapwe Kabatsi. Ga eens even. Wat doe je in het leven? Ik zit nu terug op school. Ik studeer drama op Kask in Gent. Dus mijn doel is om acteur te worden. Lekker. On-screen, off-screen. On-stage, off-stage. Lekker. Dat is de doel. Zien we jou in de toekomst dus op tv. Hopelijk. Nu is het aan u. Stel jezelf eens even voor, Bo. Ik ben Bo Baassen. Ik doe van alles en niks. Eigenlijk ja, heel veel en soms gewoon ook niks. Dat moet kunnen. Ik ben social media manager bij Smile Safari en voor de rest heb ik elke week een ander hobby. Dat is echt zo influencer praten. Ik doe van alles en niks. Ja. Dat is zo. Huh? Het is aan u. Ja, hallo. Ik ben Lien. Ik studeer momenteel communicatiewetenschappen aan de UNIF. En ik heb ook mijn eigen podcast. Ik heb een eigen YouTube-channel. En ja, ik zou graag ook mijn muziek verder gaan. So, watch me. Kijk eens aan, gooi eens een kleine Esso naar jouw podcast. Ja, Esso naar Lean's Alchemy. It's on Spotify, podcast, Apple podcast, overal eigenlijk. So, okay. Luxe. En dan als laatst? Nou, ik ben Tricia en ik ben DJ, maar ja, due to de coronamaatregelen. Dat is allemaal heel moeilijk. Gaat het momenteel niet door, dus bij deze. Ach ja. Mensen, dit zijn de finalisten en we gaan er gewoon meteen invliegen. In de eerste ronde stel ik gewoon algemene kennisvragen over het land België. Jullie krijgen drie opties, dus het zijn meer keuzevragen. En jullie moeten de juiste letter noteren om een juiste antwoord te geven. Weten jullie veel over België? Ik heb daar geen antwoord op. Nee. Erg, dat is eigenlijk echt erg. Maar maakt niet uit. Ik hoop dat jullie gewoon het juiste antwoord gokken. Hier is de eerste vraag. België heeft een totale oppervlakte van 30.528 vierkante kilometer. Uit hoeveel procent water bestaat dit? Is het A 10,1% water, B 6,2% water of C 5,9% water? Dat is ABC. Ja. Wat was B weer dan? B is 6,2%. Dus ik ga het even opnieuw herhalen. A is 10,1%, B 6,2% en C 5,9%. Oh, wacht. En jullie krijgen nu enkele seconden om het juiste antwoord op jullie bord te noteren. En dan gaan wij zien welk antwoord dat jullie hebben. Hebben jullie allemaal genoteerd? In 3, 2, 1, boom. Oké, het juiste antwoord is B. Ja. Het staat erop, hè. Ja. Het staat erop, hè. Min 10 dus voor ons Noakje en... Oh, charme. Zie je me niet afkeken, hè. Maar ja, eerlijk, je hebt afgekeken. Nee. Hoe komen jullie op B? 10 lijkt zo wat veel. 6 is mooi getal. Ja? Oké, 5,9 was dat dan ook niet, hoor. Dat was zo te weinig. Dat lijkt zo te weinig. Ding was, ik dacht aan B, door alle gebouwen en zo, en hoe de Belgen er tegenwoordig uitziet. Dan dacht ik, ah nee, we hebben al die Schelde, Leien, Maas en zo. En dan de Ardennen en zo, waarschijnlijk dacht ik, hey, fuck it, ik pak 10,1%. Ja, fuck it. Ik kan er niet aan doen, ik woon in Gent. De helft is daar water. Ah, daarom. Jij keek vanuit perspectief van Gent. Ja, nee, ja. Kan ik begrijpen? Ik heb weer iets bijgeleerd, hoor. Voilà, het is dat. We gaan nu verder naar vraag 2. Gokt er iemand van jullie? Doen jullie aan gokken? Kan spelen? Nee. Ik deed dat heel even met vrienden, maar gewoon 50 cent 1 euro. We speelden zo blackjack. Ah, blackjack, oké. En jullie geen euromillions of zo? Nee. Kraslotjes? Niemand? Mijn rij-examen. Oké. Ja. Ja, daar heeft ze dus gegokt. Heb je het gehaald? Ik heb maandag mijn derde. Je bent een keer, goede keer. Dat is niet voor niks uit te doen. Dat spreekwoord. Komt wel goed, komt wel goed. We gaan dus verder naar vraag 2. Hoeveel Belgische euromillion winnaars zijn er sinds 2004? Is dat A 160 winnaars, B 56 winnaars of C 35 winnaars? Jullie krijgen de tijd.
De winnaars bedoelt jij als in de big prize of zo? Ja, ja. Dus, ja, de allerhoogste prijs sinds 2004. Hoeveel winnaars zijn er sinds 2004? Dus A, 160, B, 56 of C, 35. En jullie krijgen enkele seconden de tijd om het juiste antwoord te noteren. Wil er iemand daar al een stoel voor mij gaan voorverwarmen? Oké, 3, 2, 1, boom. Het juiste antwoord is C, 35 winnaars. Erg. Hoe kom je aan 35? Gewoon een gok. Gewoon een gok. Nou, zoals jij deed in het verleden. Zo. Ja, met 50 cent. Nee, maar ik, ja, ik dacht. Ja, nee. Ja, ik denk niet dat België zoveel winnaars kent op dat vlak. We gaan verder naar vraag 3. Nou, hoe lang bent jij? 1,77 meter. 1,77 meter. Hoe lang bent jij? 1,64 meter. 64. 1,74 meter. 1,63 meter. Oké, zo allemaal rond de 70, 60. Oké. Okay. De volgende vraag is dus, hoe lang is een Belgische man gemiddeld? Is dat A, 1,76 meter, B, 1,73 meter of C, 1,80 meter? We krijgen weer x aantal seconden de tijd. Ik zal het nog maar eens even herhalen. Ja, doe nog eens. A is 1,76 meter. B is 1,73 meter. Oh. C is 1,80 meter. Godverdomme, ik heb spijt van hem. Ja, ik ook. Kijk. Jullie eerste gedachte is altijd het beste. Dat blijft. Oké. Heb je allemaal geschreven? 3. 2, 1, boom. Het juiste antwoord is A. Allee! Je bent 77, hè? Ik had eerst 76. B. Ah, 76. Ja. Dat is echt al een B. Ah, ja, ben ik aan het doen. Oké. Okay. Ben ik aan het doen. Maar je ging bijna weg doen. Ik was echt aan het eerste gedachte is sowieso ik aan het eerste. Ah, jij hebt had jij teruggehaald. Ik had mijn letter bijna volledig geschreven en dan. Oké. Vraag 4. Sporten jullie veel? Oei. Helemaal niet. Nee. Ik beweeg veel. Ja, jij beweegt veel. Op school dan. En wat doet jij dan? We hebben 2 keer in de week yoga en ook de. We hebben een vak drama en daar hebben we ook soms beweging in. Alleen meestal beweging. En dat is dansen van alles. Oké. En padellen doe ik heel graag. Ah, laatst tijd doen veel mensen daar. Ja, dat is leuk. En hebben jullie een favoriete sport of zo? Denksport. Ballet. Sport. Welu-sport. Welu-sport. Oké. Okay. Dansen, denk ik. Dansen. Oké. Okay. De volgende vraag is dus... Wat is de populairste sport in België van 2020? Is dat A, voetbal, B, hockey, C, wielrennen of D, wandelen? Jullie krijgen weer. Wat? Kun je nog een keer? Dus A, voetbal, B, hockey, C, wielrennen of D, wandelen. Ik zie dat jullie echt snel een antwoord hebben opgeschreven, dus jullie zijn zeker van jullie zaak, denk ik. 2020. Mogen... 20 jaar. Ja, 2020. Ja, 2020. Ja, 2020. In 3, 2, 1, boom. Echt? Oh, jullie hebben het allemaal juist. Mama. Wacht, hoe weten jullie dat? Corona, toch? Het is 2020, ja. Het is geen iedereen ging naar buiten gewoon stappen. Okay. Dat is ook het enige van sport dat ik heb gedaan. Het enige vraag dat je D doet. Okay. Ja, nee. Er komt nog een vraag met D. Dit is de laatste vraag. Vraag 5. Zitten jullie vaak op jullie gsm? Ja. Op welke apps? Tegenwoordig... Bij mij tegenwoordig TikTok. TikTok. Ja. Ja, ook TikTok. Dus veel Spotify. Spotify ook. Ja? TikTok, ja. Oké, ja. Maar geen WhatsApp of zo. Jawel. Ja? Werk. Ja. Heel veel. Oké. Okay. Ja, werk gewoon. Gebruiken jullie eigenlijk nog sms'jes? Ja. Nee. Nee? Ja, soms wel. Af en toe.
Mijn vrienden weten dat ze nooit sms moeten sturen. Bij mij, onbereikbaar. Bij mij alleen sms, anders kun je mij niet bereiken. Okay, dat is al zodanig getrashed dat er daar al zo'n groot getal staat, dat ik zo nooit zie dat er iets bij komt. Ja, bij dus mij is gewoon zo. Stuur op WhatsApp. Bij mij is ook zo. Maar jij stuurt dus veel sms'jes. Yeah. Dus dan denk ik dat deze vraag echt perfect voor jou is. Hoeveel Belgen sturen sms'jes achter het stuur? Oh. Is dat A, 1 op de 2 Belgen? B, 1 op de 4 Belgen? C, 1 op de 8 Belgen? Of D, 1 op de 6 Belgen? Wat was A weer al? 1 op de 2. B is 1 op de 4. C, 1 op de 8. D, 1 op 6. En jullie krijgen weer x aantal seconden. I know. Om de juiste vraag te noteren. Maar ik denk dat ik een antwoord, artikel van heb gezien onlangs. Ja, ja, toevallig. Oké, als je antwoord fout is... Ah, shit. Dan wil dat zeggen dat jij niet goed leest. Inderdaad. 10. 9. Fuck. 8. Ik wil die tijd terug. 7. 6. 5. 4. 3. Klik eruit. 2. 1. Boom. Laat zien. Iedereen heeft B en B klopt. 1 op de 4 Belgen sturen sms'jes achter het stuur. Maar, ik heb het maar, nu is het dus ons, hè? Dit was de laatste vraag. Dus jullie allebei hebben 80 punten. Dus dat wil zeggen dat jullie sowieso doorgaan naar de volgende ronde. Jullie blijven eventjes zitten met ons om verder te gaan met de extra vragen. Wie als eerst een fout antwoord geeft, ligt eruit. Kak. Hoeveel procent van de Belgen was zich 2 à 5 keer per week? Is dat A, 20% van de Belgen, B, 30% van de Belgen of C, 55% van de Belgen die zich 2 à 5 keer was per week? Minstens 2 à 5 keer? Ja. Dus gewoon, nee, 2 à 5 keer per week. Een week heeft 7 dagen. Niet meer dan dat. Nee, niet, niet meer, meer dan, dan dat. Dat. Nee. Hebben jullie de antwoorden genoteerd? Ah, gewoon gokken. Ja, kijk. Kijk, ik heb het erbij neergelegd. Oh, okay. Shit. In 3, 2, 1. Oké. Wat ga je zien? We gaan door naar de andere vraag. Ik zal het iets makkelijker maken voor jullie. Lieve. Ja, dat douchen, Lies. Dit en dat. Hoe lang doucht de gemiddelde Belg? Oh, junior. Is dat A, 16 minuten, B, 10 minuten of C, 8 minuten? In 3, 2, 1, boom. AB. De gemiddelde Belg doucht 10 minuten lang gemiddeld. Dus dat wil zeggen dat Noah de juiste antwoord heeft gegeven. En dat Bo ernaast zit. Dat wil dus zeggen dat Bo wegvalt, als jammer genoeg. Waren dat moeilijke vragen? Dat waren heel willekeurige vragen. Random, hè? Ja. Ja, ja, er staat niet eens. Dus het is echt mijn hot-on. Dus eigenlijk kom je naar hier met de mindset van je mocht geen ja en geen nee zeggen. Dan doe je op mega random shit antwoorden. Concept has. Ik heb ze echt geript eigenlijk. Ja, ja, maar ja, dit was het dan. Bo, bedankt voor je deelname. Ja, het was gezellig. Dank voor de invite. Ik vond het ook. Nee, geen probleem. En dan, ja, dan gaan we gewoon door naar ronde 2. Applaus. Goed. Je hebt echt geluk. Je hebt echt geluk. En nu gaan we over naar ronde 2. In ronde 2 geef ik een topic en krijgen jullie daar vragen over. De bedoeling is om het juiste antwoord te geven. Doe je dat niet, krijg je weer minpunten. Zijn jullie er klaar voor? Zeker. We zijn er klaar voor. Oké. We gaan beginnen met Tricia. Tricia, er zijn 3 topics. Sport, showbiz of politiek? Showbiz. Showbiz. Nice. Oké. Mooi. Deze is waarschijnlijk makkelijk voor u. Die moet je wel juist beantwoorden. Hoe heette de vriend van Deborah in het seizoen van Temptation Island in 2018? Duh. Amai, ik zie voor- en achternaam, denk ik, want alles in detail. En nu heb ik het fout. Oké. Jullie hebben allemaal jullie antwoorden opgeschreven. Jullie mogen de bordjes omdraaien in 3, 2, 1, boom. Ik kijk dat niet. Voilà, het is onze team.
Jij kijkt dat niet? Nee, waarom niet? Dat is echt grappig, hè. Dat was echt... Hij was gestoord, hè? Maar hij is van Aalst, hè? Hij is van Aalst. Ik zag die altijd in Aalst rondlopen. Oh. Is dat die jongen die zo... Zo die keihard was? Alles ineens op het einde. Plot twist. Allee, dat is hij, Temptations. Ja, nee, ik ken. Temptations. Ja, Noah. Fout antwoord, dus de anderen worden in 10 erg. Wie was de vervanger van Erik van Looy bij de slimste mens ter wereld toen Erik corona had? Ik kijk er niet naar, dat valt. Oh, jammer. Fout antwoord is, denk ik. Nee, gok. Waag een gokje. Het is een naam dat veel voorkomt. Doet je aan iets anders? Nee, dat is de tip die ik kan geven. Het komt veel voor. Een naam die veel voorkomt? Ja. Een Belgische naam dat vaak voorkomt. 3, 2, 1. Oh. Puta, smijt me uw paletje. Ik ging Bart schrijven. En het is Bart voor en achternaam. Lekker. Dit was Showbiz. We gaan verder naar de volgende topics. Je kan kiezen tussen sport of politiek. Politiek, hè? Ja, politiek. Voor politiek? Ik weet echt niks van. Ja, oké, mooi. Dan gaan we over naar politiek. De eerste vraag. Wanneer vond de eerste avondklok in Antwerpen plaats? Oh, lolo. Moet echt precies datum of gewoon maand of periode? Je mag er 3 dagen naast zitten. Ik ben nog lief, hè? 3 dagen naast. Dus het moet echt een datum zijn? Ja. Bro. De eerste avondklok. Echt zo van, ik woon naar buiten om 12 uur. Nee, dat mag niet. Thuis blijven, vriend. Echt zo, die periode zo. Is dat hetzelfde moment als de lockdown? Nee. Mag ik een tip geven? Ja. Het valt in de zomer. Dank u. Ik ging bijna in oktober of november. Nee, het valt in de zomer. Wacht, zomer. Ja. In juni, juli. En augustus, en ook een deel september. Maar het viel in de zomer. Het jaar hoeft niet, echt gewoon dag en maand. Om het makkelijker te maken, dag en maand. 3, 2, 1, boom. Oei. Allemaal ver naast. Jij was zo goed. Het was eind juli. Het was 29 juli. Maar dat is nog dichter. Wie is de huidige minister van Volksgezondheid in België? In België. Belgica. Volksgezondheid. Volksgezondheid. De enige naam die ik van tegenwoordig ken, dus. 5, 4, 3, 2, 1, boom. Oh, kijk eens aan, Chris. Ik weet niet. Is er een Chris in de politiek? Ik heb geen idee. Is hij niet gewoon eerste minister? Ah, wel, dat dacht ik dus ook. Ja, maar ik bedoel volksgezondheid. Ah, met maar kijk. Ik wou de spanning erin, maar Tricia heeft dus het juiste antwoord gegeven. Het is Frank van den Broeke. Ja, onze Frank. De topic. Shit, sport. Sport. Goh. Maar jullie zijn sportief. Nee. Of was dat niet zo? Nee. Maar jullie weten wel wat van sport. Ook niet. Jullie wisten wel dat wandelen een populaire sport was in 2020. Ja, omdat de lockdown was. Corona was. Ja, maar deze vraag heeft ook een beetje te maken met corona en zo, denk ik. Okay. De eerste vraag. Kijken jullie naar voetbal? Soms. Heel soms. Welke spelers kennen jullie? Mbappé, Ronaldo, Messi, oké. Wie is de duurste rode duivel? Jezus. Nee, Jezus is geen rode duivel. Nee. 3, 2, 1, boom. Hazard. Kijk, wacht. Oh, ik heb zijn naam echt. Kijk, zij is gewoon bruin. Gewoon bruin. Ah, weet je dat, bruin? En jij zegt Kevin de Bruyne en jij Eden Hazard. Ja. Eden Hazard. Wanneer is het laatst dat je iets hebt gehoord van Eden Hazard? Maar nee, ik vind dat wel een logisch antwoord, want niet iedereen weet dat zijn waarde is. Ik dacht dat ook tot vorige week dat zijn waarde ook even hoog was, maar dat is blijkbaar gezakt. Dat dus mijn antwoord, ik ben zeker van je antwoord. Ik was aan het twijfelen, maar... Okay. Ik heb zijn naam wel fout geschreven, maar ik dacht ook de Bruyne. Ja, kijk.
Dat is juist. Ik reken dat juist. Het is dus de Brano. Mm. En Lukaku kon ook, want die zijn even duur. Oké, ik was aan het twijfelen. Okay. In welk jaar heeft de Belgische atlete Nafissatou Thiam, spreek haar naar, juist uit, ja, mm-hmm, haar laatste prijs gepakt? In welk jaar? Haar laatste prijs. Laatste? Haar laatste prijs. Ah, nee. Ik weet niet, man. Ah, op Olympische Spelen of? Haar laatste prijs, haar laatste in het prijs. Algemeen. Ja, maar dat kan van alles zijn. Gewoon haar, dat is super makkelijk zelfs. Oké. Oké. 5, 4, 3, 2, 1, boom. Oh, mei, toevallig. Oei. Alles is fout. Het was 2021. Oh ja. Bruh. Dus dit jaar had ze haar laatste prijs gepakt. Bruh. Maar ja, bruh. Ja. Bruh. Eerlijk, dit was dus de laatste vraag. Oh. Dit wil zeggen dat Lien ons gaat verlaten in ronde 2. En wij blijven over met Tricia en Noah die zich doorstoten naar ronde 3. Bedankt voor je deelname, Lien. Je hebt het goed gedaan. Het was nice. Hier zijn we dan bij de laatste ronde, ronde 3. Ik heb hier ook een super mooie prijs staan van 18 karaat voor de winnaar. Hier staat op: ik was alert bij Junior Vertonghen. Winnaar ben je alert seizoen 1. Dus degene die deze ronde wint, krijgt de eer om deze mooie prijs van 18 karaat mee naar huis te nemen. Als jij het doet, kun je ook verkopen. Het jij reeds een hoop geld. Ronde 3 is het welbekende spel: ben je alert. Oké. Maar, kleine aanpassing. Deze keer ga ik jullie niet ondervragen, maar jullie gaan elkaar ondervragen. Nee. Degene die als eerst ja of nee zegt, of ja of nee in een andere taal, is af. En dat wil zeggen, degene die overblijft is de winnaar van dit seizoen. Spannend. Zijn er klaar? Mag ik knikken? Je mag knikken, maar je mag niet knikken als alternatief voor ja of nee. Dus stel dat ik je een vraag stel en jij zegt of jij doet, dat telt niet. Oké. Maar ik mag wel zeggen inderdaad. Oké. Inderdaad. Okay. Dat mag dus wel. Dus, maar er zijn geen 90 seconden. Dus het is gewoon een gesprek die jullie voeren. En jullie moeten elkaar neer proberen te halen. Stressen jullie? God. Ja. We mogen de beste winnen. En dan gaan de spelregels nu in. Oké, we zijn nu begonnen, hè? We zijn nu begonnen, let's go. Oké, je naam is Noah. Mijn naam is Noah. Wat is je naam? Letitia. Tricia? Ja. Ja, boom! Hier is het dan! Ongelooflijk, Noah, wow! Dus jij bent gewoon de winnaar. Hey, dat was echt 3 seconden. Dat was echt kort. Inderdaad. Nee, dat is en moeilijk. Hij zegt nog tegen Tricia en dan hij zegt ik zo, oh ja. Ja, echt gewoon gelijk. Ja, maakt niet uit. Dus dat wil zeggen. Dat wil zeggen dat de winnaar van seizoen 1. Zo werd het. Zo'n anticlimax. Nee. Dit is gestoord. Ik had echt verwacht dat dit lang zou duren. Ja, ik dacht zo van, laat me even pauzeren, ik ga luisteren, maar echt na de derde vraag gelijk af. Zo zie je maar, multitasken is niet makkelijk. Hè. Is niet makkelijk. Maar Noah, proficiat. Applausje voor Noah. Jij mag naar huis met de prijs van 18 karaat waarop staat ik was alert bij Junior Vertonghen. In deze kan je dus mooi op je nachtkastje zetten. Dank je. Ja, dit was het aan het einde van het allereerste seizoen van Ben Je Alert. Ik heb er geen woorden voor. Het was een heel mooi seizoen. Vandaag hebben jullie 4 finalisten kunnen zien. En voor de winnaar van dit seizoen hebben wij sowieso een prijs. Zoals jullie kunnen zien, hebben wij een trofee van 18 karaat. 18 karaat. En deze ga ik overhandigen aan onze winnaar. Noah, alsjeblieft. Bedankt voor uw prijs. Graag gedaan. Dus, dit was het dan. Maar voor de verliezers hebben we ook een prijs. Deze prijs is voor de losers. Het is een duim. Flink gedaan. En er staat ook een heel mooi tekstje op. Ik was niet alert bij Junior Vertonghen, maar ik was erbij.
Ben je alert? Seizoen 1. Yes! Deze is voor jou. Hoe werkt dat hier? Zo. Alsjeblieft. Deze is voor de andere loser. Alsjeblieft. En voor onze laatste loser, die na 3 seconden gelijk ja zei. Maar die heeft het een KO gedaan. Dat waren we vergeten. Wat er gebeurt in het verleden, vergeten wij. Dit was het dan, dames en heren. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Laat sowieso in de comments weten wat jullie ervan vonden. En jawel, dames en heren. We are soon back met seizoen 2. We out.